eerste tip Ja, nou, dan uh, zal ik het heel uh, kort proberen te houden dit is een, een, een tip uh, weer in een thema dit is een een themafonds van uh, natixis uh, waar uh, water als thema speelt uh, ja, een groot tekort aan water zuiver water uh, we moeten we steeds efficiënter mee omgaan voor landbouw voor uh, nou ja, drinkwater uh, dit is een fonds onder andere Alberts zit erin als Nederlandse positie, maar er zitten posities over de hele wereld in. Afgelopen jaar, het is nog niet zo heel erg lang. Bezig, dit fonds. We hebben één jaar historie. Ze hebben het afgelopen jaar 30% gemaakt. met die grote basket van verschillende aandelen erin. Het managementteam van dit fonds heeft wel een veel langere ervaring in het thema water. En eh, ja, daardoor hebben wij het graag in de portefeuille. Dus niet alleen het schoonmaken van water. maar ook het aanleggen van infrastructuur van water. Alles eromheen. Ja. Uh, en, uh, okay. Het verkopen van gebotteld water. Dus uh, ja. En uh, hoeveel verschillende bedrijven zitten hier nou ongeveer in? Nou, hier zitten denk ik een, 70 bedrijven in. Uh, grotendeels in Amerika, maar ook in Europa, veel in, in, in de UK. Uh, daar heb je nog heel veel waterbedrijven die gewoon beursgenoteerd zijn. Uh, maar ook to, toeleveranciers. Hè? Dus mm -hmm. Alberts uh, zit, er, uh, zit er onder andere in uh, Azië een aantal uh, posities. Dus uh, ja, heel breed gespreid en toch een heel sterk rendement. Oké, okay, interessant Jim. Nou, het is wel een trend natuurlijk, hè? Uh, richting duurzaam. Uh, ik ik kan het ja, track record verder niet echt beoordelen. Ik denk dat je ook naar de kosten mm. zou moeten kijken. Uh, dus het kan wel verbreding van de portefeuille zijn, ja. Nou ja, goed, als je 30% netto uh, keeps the doctor away. Ja. ja, daar spugen wij niet op. Um, dan gaan we door naar de volgende tip. Cegro, nou ja. Segro, ja. Ik had worden. hier voor, ja, maar dat hadden jullie ook niet van Vonovia nee. vorig jaar. Uh, en dit zit in hetzelfde kader. Je moet altijd een beetje vastgoed in je portefeuille hebben. Uh, wij hebben dat liefst beursgenoteerd. Uh, en dit is een positie die uh, voor een heel belangrijk deel in de UK zit. 50% zit uh, rondom Londen. Uh, dus kan heel erg profiteren van uh, de, de ruimte die de Brexit nu geeft. Met name aan lokale bedrijven. Daarnaast ook sterke posities. Onder andere in Tilburg hebben ze wat uh, distributiecentra staan. Maar ook in Spanje, in uh, 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 Frankrijk. En wat ze doen is ze investeren heel veel in distributiecentra, logistieke centra. Die ze, die ze hebben, en dan weer onderverhuren aan onder andere uh, Amazon, aan Toka, of, uh, Ocado, aan uh, Ikea, maar ook aan uh, bijvoorbeeld DHL, uh, die uh, klant bij ze is. Dus een super breed gespreid, zowel in de afnemerskant als in uh, locaties waar ze zitten. En dat betekent ook dat als je een correctie krijgt in de economie. Ja, je gaat niet zomaar je distributiecentrum wegdoen. Uh, weg dat is uh, misschien dat de groei dan iets minder zal zijn. En zolang het aantrekt, zijn er ook meer meters nodig. Nou, dat, uh, daar profiteren ze dus denk ik aan beide kanten. Uh, qua koers kan het zo zijn dat het nu, nou het is sterk af, opgelopen de afgelopen periode. Dus misschien moet je heel even wachten tot er een wat beter instapmoment in, in komt. Wij hebben het niet direct in portefeuille, maar het is een onderdeel van onze vastgoedpositie. Oh, dus ja, we hebben ja. onderliggend is dit uh, nou ja, zo'n uh, anderhalf max van de portefeuille. Oké. Okay. Uh, Nico, hier had jij een grafiek bij. Ja. Uh, bij de vorige tip overigens niet, want wat al Koen zei, de ja. historie was te mm. kort om een uh, grafiek uh, te toveren. Uh, dat geldt niet voor dit fonds. Ik ben blij dat Koen zegt van, uh, dat de koers nu waarschijnlijk even te hoog staat. Nou, dat klopt. Uh, technisch staan we relatief gezien veel te hoog. De spanningsmetertje onderaan geeft al aan, ik heb het lampje er even opgezet, dat we eerst moeten afkoelen, even dippen naar niveaus rond de uh, 700, misschien ietsje lager. En je ziet dat dat best wel een, een substantiële correctie kan zijn. Dus uh, voor trend een uitstekend fonds, maar nu niet. Even ja. wachten. Ja, maar je zei eigenlijk ook even ja. wachten, zij toch... nou ja, het. Wij hebben al dit soort posities voor voor de lange termijn. Zo'n waterfonds ja. voor de langere termijn, Venovia voor, voor de lange termijn. Uh, investor AB. Sommige posities hebben we voor de korte termijn, maar dit is uh, voor wat ons betreft, uh, kan zomaar vijf jaar in de portfeuille zitten. Nee. We gaan naar jouw laatste uh, derde en laatste tip. Ja, dat is toch weer even een overnamekandidaat uh, die we er dan uh, bij hebben. Net zoals dat uh, Metro dat was, dus wat meer risico. Alhoewel, hier gaat het om het Spaanse beursbedrijf, BME. Uh, ja, die hebben een, een, een bot ontvangen van het Zwitserse beursbedrijf. Het neerzetten van een beursbedrijf is gewoon heel erg moeilijk. Er is weinig concurrentie, dat zijn gesloten markten. In Nederland is dat Euronext. Uh, en en uh, ja, die jongens die zijn op overnamepad allemaal. Het gaat om schaalgrootte. Dus BME heeft een bot ontvangen van six, dat is de, de Zwitserse beurs. En binnen vijf minuten maakt het bedrijf bekend dat ook Euronext ernaar kijkt. En dat Euronext ook heel graag een bot uh, wil uh, uh, uitbrengen. Uh, uh, Euronext heeft al positie in Portugal, heeft al positie in Frankrijk. Dus dit zou heel mooi aan kunnen sluiten. Uh, wij hebben dit ook in positie met een, uh, uh, een, een turbo. We zullen dat nog. Nasturen via BNP Paribas, welke turbo dat dan is. Want we denken dat dit een, een hele mooie kan zijn als Euronext zich erin gaat mengen. Het bot van 6 is 14. Het aandeel, staat nu net, of sorry, 34. Het aandeel staat nu net iets hoger. Het staat op 35. Dus er zit heel weinig neerwaarts risico in. De Zwitsers bieden in cash. Euronext komt waarschijnlijk met een bot langs, zij. Dat zal waarschijnlijk wel een aandelen zijn. Maar ja, dan heb je met een hele kleine verhoging, met een turbo, een beetje mannelijke turbo, zoals ik jullie net de term hoorde bezigen. Ja, dan heb je meteen een heel mooi potentieel naar boven. Uh, en ook hier weer een half tot anderhalf procent maximaal bij ons in de portefeuille voor uh, beheerrelaties. Maar voor de speculatieve belegger thuis, ja, kan dit gewoon een hele leuke kansrijke positie zijn. Ja. merk niet aan wat risico. Ja. Ja, dus opletten dat je inderdaad uh, de hoeveelheid in je portefeuille ja. wel uh, beperkt. Maar ja. het huis van de buren komt me één keer te koop. En dat gaat hier gewoon heel erg voorop.